Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag gaan Nolan en ik naar Parijs. Mijn valiesje is hier klaargemaakt. I know, mijn loopschoenen zitten erin, because I still need to do a little training. En dus vanmorgen kreeg ik plots een ingeving. Ik wou normaal gaan sporten, maar ik was al te laat wakker om en te zwemmen en te fietsen. Dus ik werd wakker, ik was moe. Ik dacht, ja, ik ga alleen even een uurtje los gaan rijden. Dus ik ga gaan ontbijten en plots besef ik, mijn pakketje, dat zat al 17 september in Frankrijk vast. Mijn nieuwe lens, en ik heb die echt al 3 weken geleden besteld. Ik denk daar dus aan dat pakketje, ik zoek dat op en ik zie plots dat dat pakketje onderweg is voor levering. Vandaag, als ik naar Parijs vertrek straks. Dat is weer het meest typische ooit, dus wat heb ik gedaan? Ik kon op DPD zien waar dat de koerier was. En wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon gereden naar die plek. Ik kon hem nergens vinden en nu staat hij daar gewoon nog steeds, die locatie daarop. Dus ik hoop gewoon dat hij nog gaat komen binnen 20 minuten of zo. Dat is weer het meest typisch, hè. Net vandaag, als ik weg ga, dat gaat toekomen. But anyways, het enige wat ik nog moet doen is mijn laptop in de zak steken en valiesje dicht doen. En dan, we ready, we good to go. En dan gaan we naar Parijs. Vandaag komen we wel wat later aan, dus ik weet niet wat we nog gaan doen vanavond. Waarschijnlijk gewoon even iets gaan eten en zo. En dan morgen een little shopping. Woensdag gaan we naar het Louvre. En dan gaan we nog wel zien, want er zijn nog wel andere musea. Maar dat kunnen we vanavond wel in ons hotel even bekijken. Dus ja, fijn dat jullie erbij zijn. Fijn dat jullie aan het kijken zijn naar deze nieuwe dagelijkse vlog. Ja. Ik neem jullie mee naar Parijs. Het enige wat ik een beetje schrik voor heb, is ik hoop niet dat mijn camera gestolen gaat worden. Of dat mensen ons gaan bestelen, dat we niet geript gaan worden. Dus als deze vlog niet online komt, dan weten jullie dat ik geript ben. En anders dat ik nog besta. We gaan er iets moois van maken. Het was een beetje last minute. Ik heb dat al een keer gezegd. Mijn zus ging normaal gaan, maar dan uit met haar lief. En dan gaat ze niet meer gaan. En dan heeft ze gevraagd of wij gingen gaan. Dus nu gaan we naar Parijs. Voor een paar dagen, van maandag tot vrijdag. Vrijdag namiddag zijn we al terug. Wordt wel leuk. Zaterdag dan nog een rustige dag. En dan zondag recovery. Dus we got content for a whole week, guys. Ik ben echt dik aan het grinden met de content, zoals jullie zien. En dan neem ik jullie natuurlijk sowieso mee naar het mooie Parijs. Hopelijk het mooie Parijs. Mooie foto's maken, mooie filmpjes maken. Het gaat goed weer zijn, dus dat is al in ons voordeel. Ik neem jullie mee. Oké, we zijn dus in de kamer. We hebben kamer 63 en het is recht tegenover de lift. Dus dat is een beetje kut, want dan gaan we mensen horen. Maar anyway, het is wel een mooie kamer. We zitten op het allerhoogste verdiep. Hier kunnen we onze kleren aanhangen een beetje. Hier hebben we Nol en haar spiegel. En dan hebben we hier in de bathroom. Ik moet even wat plasje doen en een little douche. Maar het is wel proper, heb ik het gevoel. Ik weet niet of we de airco kunnen bedienen. Verder, hallo, hier spiegel. Nice. En our bed. En this is our view. En ik kan zelfs... En dan hier is onze view. We kunnen het raam open doen en we kunnen er zelfs uitspringen. Kijk. We gaan nu alles hier een beetje klaarzetten. Ons schrift hier een beetje leggen. Het was een lange busrit. We moesten 45 minuten nog wachten in Gent-Dampoort. Omdat de chauffeur pauze moet nemen, wat wel begrijpelijk is. Ja, we waren hier. We kunnen niet aankomen. 16 uur. En ik let. 16 uur 45 of zo. Het is nu 5:30. Dus, maar er stond wel op dat ding dat we gingen aankomen rond 16:30. Ik hoop dat jullie niet gestolen worden. Ik heb trouwens de hele vlog van Average Rob. Nee, niet van Average Rob, maar de hele vlog geëdit van Canyon Event met Average Rob. En die moet ik dan nog gewoon een keer renderen en uploaden tegen morgen. Want morgen komt de vlog online. We hebben hier ook gratis die wifi, dus dat is wel nice. Het enige wat we niet hebben, wat wel handig geweest was een frigootje of een kluis of zo. We'll see you soon, guys. Later, alligator. Het licht is hier ook mooi. Nice. Wat gaan we gaan eten? Mexicano. Dus blijkbaar, ik denk daar... Nee, wacht. Hier achter de hoek is er 500 meter verder een Mexicaan. And we're going to eat there because we like Mexicans. En ik zei tegen Nolan, ik heb zin in pizza. Gaan we pizza eten? En dan zei ze, ik heb daar geen zin in. En dan vraag ik, waar heb je zin in? En dan zegt ze, ik weet het niet. Dus ja, dan moet ik al raden waar dat ze eigenlijk wel zin in heeft. Want eigenlijk heeft ze wel iets in haar hoofd. Dus ik heb Mexicaans geraden. Het was dus Mexicaans als ze in haar hoofd had. Dus we gaan Mexicaans eten. Gelukkig is dat niet te ver. Lekkere quesadilla of burrito of iets. En we nemen jullie natuurlijk weer mee, want we gaan lekker eten. En daarna keren we denk ik terug om eens wat te plannen voor morgen. Wat we morgen allemaal kunnen doen. En misschien nog een klein beetje rondwandelen, maar dat zien we straks wel. Bon, on y va, zou ik dan zeggen. Ik ga wel de airco uitzetten, want het is hier wel heel koud. We got a little crème with the Place de la Bastille. Nice. Oh, you would like a lick? Het is tiramisu. Dag vriendjes, vriendinnetjes. Nolan is helemaal moe. Zoals je kan zien.
We hebben lekker gegeten, zoals je kunt zien, Mexicaans gaan eten. Ik heb quesadillas gegeten met nachos. En het waren zelfgemaakte nachos. En alles werd er ter plaatse gemaakt als je het vroeg. Allee, wat logisch is als je op restaurant gaat, nu dat ik erover nadenk. Maar ik bedoel, je zag hem het eten maken. Dus dat was wel nice. Dan zijn we nog even naar de Carrefour gestapt, want dat was onderweg. Op de weg van het hotel. Dan zijn we even nog wat framboosjes gaan halen. Zijn we nog wat water gaan halen, dat we nog wat drinken hier hebben. En ook tandpasta en een tandenborstel, want ik was dat vergeten. Dus ik heb nu tandenborstel mee. Ik zal even het licht aan doen. Tandpasta gekocht. Dat was niet zo duur. En dan nog 4 tandenborstels, want dat was goedkoper dan elke verpakking met 1 tandenborstel. Wat wel raar is. Of met 2 tandenborstel dus. Tandenborsteltje gekocht, want die was ik vergeten thuis. En dan heb ik ook nog reserve thuis. En dan gaan we nog een beetje chillen. Misschien een beetje tv kijken of zo. En dan even kijken wat we morgen allemaal gaan uitsteken. Ik ga jullie bedanken om te kijken naar de vlog. Oeh, dan moet ik niet te veel editen nog in deze vlog. Allee, dan is dit het. Voor vandaag de reisdag. Morgen leuke dag nog waarschijnlijk te doen. Het is hier mooi weer. En het gaat hier van de week nog mooi weer blijven. Dus we gaan nog wel wat leuke dingen doen. En we nemen jullie daarin ook mee. Maar dan moet ik niet te veel editen in deze vlog. Voor als die over 3 dagen online moet komen. Dan zijn we de 24e, denk ik. De hoeveelste zijn we vandaag? Ja, de 24e komt die online. En dat is de donderdag. Dus de voorlaatste dag dat we hier zijn. En dan moet ik hier zelf niet te veel meer doen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. Merci iedereen om te kijken. Merci aan iedereen om te abonneren. Subscribe even dat we de 700 subs halen. En morgen dus weer een nieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg. Ciao. Kus.